Ben ik klaar voor kerst? Of ben ik klaar voor kerst? Nou, dit is toch fantastisch? Hoi, mijn naam is Aldo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action Nederland. Action heeft mij gevraagd om de 10 gekste dingen van kerst uit te proberen. Dus, ik ga nu even naar de Action. Dan zie ik jullie zo in de Action. Hoppa. Daar gaan we. Deze kunnen natuurlijk niet ontbreken. Wat natuurlijk ook niet kan ontbreken, is een mooie trui. Jee. We zijn klaar en we gaan nu eventjes afrekenen. Atje. Kiekeboe, daar ben ik weer. Hele Action tas vol en we gaan het zo even uitpakken. Vergeet eerst zeker even niet de video te liken, te abonneren en eventjes te laten weten wat jij van deze video vindt. Mijn naam is Aldo. Misschien ken je mij van TikTok, Instagram of YouTube. Ik denk vooral TikTok. Glimlachats, volg mij daar ook zeker even op. We gaan verder met de spullen uitpakken. Als eerste hebben we natuurlijk iets wat niet kan ontbreken. Een gekke kersttrui. Ik vind dit fantastisch. Op kerstgala's doe ik dit ook gewoon aan. Mooi overhemdje eronder, truitje eroverheen en een nette broek, maar toch een beetje gek. Weet je wat leuk is? Ik ga hem gewoon even aandoen. 3, 2, 1. Hoppa! Kijk eens aan. Hoe mooi. Hij is iets te groot. Ik heb maat L. Ho, ho, ho. Ik ben klaar voor kerst. Ga ik deze de hele video aan hebben? Ja. Waarom ook niet? Poeie. Ik vond deze ook eigenlijk het leukste. Want ik ben gewoon de kerstman nu. In de vorige video van mij werd gevraagd hoeveel kosten al deze artikelen. Dus ik benoem het gewoon gelijk. Deze, dit mooie truitje, kost maar €8,95 bij de Action. Nou, geweldig. Geen geld. Ik ga door naar het volgende artikel. Als eerste hebben we de adventkalender van Celebrations. Wie wil dit nou niet? Ik vond het er een beetje gek uitzien. Tegenwoordig heb je voor mij overal adventkalenders van. Maar deze sprak mij wel heel erg aan. Eigenlijk mag je hem nog niet openmaken. Maar ik pak gewoon lekker de eerste. Gewoon even om te proeven. Oh, lekker. Een lekkere bounty. Ga eens even proeven. Ga ik gelijk een cijfertje geven. Laat gelijk even in de reacties achter wat jij van bounties vindt. Ik ben benieuwd. Heerlijk, hou van bounties. Deze geef ik een 8. Hartstikke lekker. Deze geweldige adventkalender kost €4,99. Gaan we even grabbelen in de grabbelton. Grabbelen. Hartstikke idee. Je zou denken, wat is dit? Heeft die deo dust spray? Nee, zeker niet. Dit is snow spray. Of spray snow, zoals het erop staat. En kijk eens wat ik hier heb. Een mooi kerstboompje. Om het even op uit te testen. Spuit sneeuw, heet het in het Nederlands. Alleen voor decoratief gebruik, niet geschikt voor consumptie. Nou, ik was ook niet van plan om sneeuw in mijn mond te stoppen. Schudden, denk ik. Gaan we spuiten. Oh, dit wordt zo'n bende, denk ik. Oh. Oh. Wow. Dit vind ik serieus echt top. Wow. Dit is vet. Het lijkt echt net. Gaat zien, Derry. Oh, helemaal broek. Ik zal het even laten zien. Kijk eens aan. Zoals je ziet lijkt het net echt. Ik vind het geweldig. Ja, kost ook niks. Deze spuitsneeuw kost €1,69. Nou, is geen geld natuurlijk. Door naar de volgende. We gaan weer lekker krabbelen. Gaat je erin? Ah, kijk eens hoe schattig. Hè? Deze vond ik gewoon leuk. Beetje, hij is een beetje vol. Laten we het zo zeggen. Ja, hartstikke leuk. Deze is maar €2,99. Door naar de volgende. Wauw. Dit vond ik toch fantastisch. Kijk eens aan. Het is wel een beetje gek om dit aan je huis te hebben, maar ook wel weer heel gezellig. Als je op dit knopje drukt, dan gaat het lampje branden en gaat deze trein rondjes draaien. Ik zal het even laten zien. Dat is toch geweldig. En deze Magic Village kost maar €14,95. Oh, dit is leuk. We gaan weer even eten. Dit is een special editie. Haribo Giant Trees. Gaan we even openmaken. Kijk eens aan. Dit zijn kerstboompjes van Haribo. Deze kostte maar 89 cent. Ik ben sowieso echt mega fan van Haribo. Deze krijgt echt een 9. Oeh, nu moly. Gaan we door naar de volgende. Ja, dit is toch fantastisch. Deze twee heb ik gekocht als 2-in-1. Ja, een mooi brilletje. Lekker gek brilletje met een kerstboom. Dat is natuurlijk van Rudolph the Red-Nosed Reindeer. En deze. Zo. Mooie diadeem. Van kerst. Nou,
Ben ik klaar voor kerst? Of ben ik klaar voor kerst? Nou, dit is toch fantastisch? Ik hou hiervan. Ik hou hiervan. Ga ik dit hele uitzending op hebben? Nee, ga ik niet doen. Moet wel een beetje serieus blijven natuurlijk. De diadeem kost 1 euro. En dit mooie Rudolph the Red Nose Reindeer brilletje. Deze kost 79 cent. We zijn er bijna doorheen, maar we hebben nog een paar hele leuke artikelen. We hebben nog wat te eten. Kit Kat. Special edition. Kerstmannetjes van chocolade. Nou, ik dacht gewoon, dit is gek. Dit heb je maar 1 keer in het jaar. Oeh, dit ziet er goed uit. Moet je kijken. Even proeven. Ik ben benieuwd. Holy moly. Kit Kat is zo lekker. Het smaakt gewoon een Kit Kat. Ik vind het bijna zonde om dit mooie kerstmannetje op te eten. Ik geef dit echt een 9. Dit is zo lekker. Ik wil het gelijk allemaal opeten eigenlijk. Ga ik niet doen. Want dan moet ik door naar de volgende. Deze Kit Kat kost maar 1,39 euro. Door naar de volgende. Gaan we naar het ene laatste artikel. Natuurlijk gekke kerstsokken. Er staat eigenlijk op ladies. Maar wat maakt mij dat nou uit? Als ik deze sokken mooi vind. Zij is niet alleen voor ladies. Maar ook voor mannen. Ik vind ze geweldig. Kijk eens hoe mooi. Op onder de voet staat ook Merry Christmas. I love Christmas. Hartstikke leuk. Lekker gek. En met kerst rond de feestdagen kan alles. Niks is te gek. Dus met kerst loop ik met deze. Met deze. Met dit mooie muts. Deze trui. En natuurlijk deze kerstsok aan. Fantastisch. En dit geweldige paar sokken kost maar 1,49 euro. Wie wil dat nou niet? Fantastisch. Gaan we door naar het allerlaatste artikel. Dat is ook weer eten. Dit zijn Reese's Peanut Butter Trees. Dus niet de normale Reese's, maar kerstbomen. Hartstikke leuk. Ook in een leuke verpakking. Speciaal voor de feestdagen. Zo ziet het eruit. Ga ik het nu even openmaken. En dan lekker proeven. Oh, het zit ook echt in een schattig verpakkingtje. Reese's Peanut Butter Trees Milk Chocolate en Peanut Butter. Oeh, je ruikt het wel. Zo. Het ruikt behoorlijk naar pindakaas. Maar ja, dat is logisch. Daar is het ook van gemaakt. Ik ga even proeven. Het is wel heel lekker. Wel heel machtig, maar wel echt heel lekker. Melkchocolade met pindakaas. Ik geef dit een 8,5. Hartstikke lekker. Dan zijn we aangekomen bij het einde van de video. Vond je dit nou een leuke video? Like dan eventjes deze video. Abonneer op het kanaal van Action. Laat even weten in de reacties wat je van deze video vond. En vergeet ook zeker niet even mijn kanaal te checken. Hartstikke bedankt voor het kijken. En wie weet, tot ziens. Doei, tot de volgende.